Hallo, vannacht welkom weer bij de allereerste SV Brunssum Club TV. Waar nu op dit moment het derde team van SV Brunssum zit te spelen. Zometeen gaan we vooruit blikken met Sian Bruins. Dat is onze eerste trainer van SV Brunssum 1. Gaan we vooruitblikken hoe hun het seizoen gaan doen. Hier op het SV Brunssum Sportpark te Peerde Dries, waarom 14:30 bij SV Brunssum een klassieker tegen VVV Keer staat gepland. Heel veel leuk dat je kijkt naar deze eerste Club TV. Nu het derde team, die staan al de mensen voor tegen SV Landgraaf. Leuk dat je weer gaat kijken. Welkom weer bij een nieuwe SV Brunssum Club TV, waar we vandaag Sian hebben. Hallo Sian. Hey Sven. Hey, het nieuwe seizoen is bijna aan het punt om te beginnen, toch? Ja, de KNVB-beker was achter de rug. Ja, we hebben vandaag de laatste wedstrijd van de beker. En we hebben er twee gehad. En volgende week start de competitie inderdaad. Ja, volgende week zondag. Hoe zijn het eerst al voorbereid? We zijn voorbereid. Daarvoor heb je natuurlijk een voorbereiding. We spelen oefenwedstrijden en bekerwedstrijden en train je hard. Maar ik denk wel dat we nog wat stappen te maken hebben. Dus wat dat betreft worden we elke week beter en proberen we het gewoon goed te doen om volgende week aan de start van de competitie te staan. Toch wel een, hoe noem je dat, een moeizame begin? Moeizaam misschien, dat zeg je goed. Want we hebben natuurlijk veel nieuwe jongens, wat tegenslagen gehad in bezetting. De laatste twee wedstrijden niet gewonnen in de beker. Het waren tegen betere tegenstanders die hoger spelen. Dus dat is misschien een beetje, daar rekenen we misschien een beetje op. Maar ik begrijp waarom je het zegt, maar we blijven altijd positief. Ja. Dus dat is altijd goed. Ook de Club TV natuurlijk. Absoluut, dat doen jullie goed. Ja. Ja. En welke spelers zijn er nieuw dit jaar als we gaan voor beschouwen? We hebben een aantal jongens van Heksenberg gekregen, waaronder Chanley, Chavi. Twee jongens van Hoensbroek, Guy en Toby. En Nizar is van Alpha Sport gekomen. Bilal van BSV. En dat vergeet ik waarschijnlijk nog een aantal, want er zijn best wel wat nieuwe jongens. Ja. En die ik natuurlijk niet te kort wil doen, maar